Jullie lezen de titel goed. Ik heb weer domme games gevonden. De afgelopen maand heb ik diverse soorten games gespeeld. En ze zijn heel erg raar. En ze zijn raar. Wil je dat ik vaker domme games speel? Druk op het duimpje omhoog en abonneer. 60% is niet geabonneerd. Wat? Veel kijkplezier. Ananas op een pizza. Ik hou van ananas op een pizza. Wacht niet boos worden. Het ziet er ongelooflijk schattig uit. Ryan raadt dit spelletje aan. Ik hoop dat het leuk is, Ryan. Play game. Waarom is iedereen hier aan het dansen? Waarom doen jullie de dab? Het is 2023. Wat is dit voor game? Waarom is iedereen aan het dansen? Mag ik vragen wat jullie aan het doen zijn? En waar zijn wij beland? Iedereen is hier vrolijk aan het doen. Ik haat vrolijkheid. Stop met dansen. Dit is wat jij je hele leven doet? Oké. Zo te zien is de vulkaan actief. Zullen we daar naartoe lopen? Ik ben dit helemaal zat, dit gedans voor jullie. Stop! Ik voel me meer als deze schildpad. Ik haat mijn leven. We lopen gewoon naar deze vulkaan toe. Ik ga erin springen als het actief is. Wat de hel is dit voor game? Er is zo te zien lava. Gaan we erin springen? Oh god, ik val erin! Het lava gaat omhoog. Oh god, wat heb ik gedaan? Oh nee, wat heb ik gedaan? Dan moet even achter jullie kijken. Er komt lava. Oh nee. Oh, dat geschreeuw. Oké, ik moet die wegwezen. Waarom blijven jullie doordansen? Er komt lava. Zo te zien rennen ze nu allemaal naar deze bootjes toe. Kan ik met ze mee rennen? Want ik wil dit overleven, terwijl iedereen langzaam doodgaat. Nu ben je een keer verdrietig, hè? Er komt een steen naar ons toe. Oh god. Iedereen is dood! Is dit een ananas op een pizza voorstellen? Oh my god! Ja, dit was de game. Wat heb ik gedaan, jongens? Baby Razer! Waarom ziet dit spel er nu al zo vreemd uit? Ik heb nu al spijt dat ik dit ga kopen. Wat de hel is dit voor game? 10 euro? Oh my god. Kopen! Deze game is niet veilig. Ik word gehackt. Oh my god, wat is dit voor game? Wat is er met mijn ogen gebeurd? Dit is het laatste wat ik had verwacht van zo'n spelletje. Oh god, de besturing is zo rot. Wat gebeurt er? Nou, te zien is er nog een baby gecrashed. Die zit vast in de grond. Nee! Hey! Kan ik nog wel eerst worden? Die baby is te snel om in te halen. Dit is nu al een 10 out of 10 game. Waarom crash je continu? Game is nu al volledig in de war. Wat heb ik gedaan? We zijn buiten de map. Oké, we gaan hem inhalen. Yes! We did it! Oh nee, ik ben gecrashed. Is dit serieus? De besturing is zo rol. We staan eerste. We staan eerste. Mijn leven is compleet. Ah! Nee, 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 nee. Nee, ik ben ingehaald. Nee, door meerdere baby's. Kom op. Kunnen die baby's niet crashen of zo ontploffen? Dat zou ik fijn vinden. Oh, ze zijn gecrashed. Ja, ik sta weer eerste. Wat een verschrikkelijke game. Zit daar in de verte nou de finish? Dit is zo traag. Kom op. Yes! Ik ben eerst geworden in Baby Racer. Meteen deinstalleren. Ik wil mijn geld terug. Los Bas. Ik zie een hond en een explosie. Dit moet wel goed zijn. Deel als een hond in een open wereld. Dit gaat nu al prachtig worden. 15 euro. Kopen! Kies je hondsoort. Oh my god, deze ziet er cursed uit. Nou, daar zijn we dan. Kunnen we op mensen plassen? Oh, dat we op mensen kunnen plassen. Hier hebben we een missie, daar gaan we zo meteen naartoe. Ik wil eerst weten wat we hier kunnen doen. Ik ga naast ze blaffen. Oh! Zijn ze nu dood? Wat de hel is dit voor game? Hallo, vrienden. Oh, we kunnen plassen. Zullen we op mensen plassen? Hallo, dame. Oh, oh god, waarom is de politie in één keer? Ik schrok me kapot. Nu heeft de politie achter me aan. Waarom laten ze mij niet met rust? Zullen we naar de missie toe gaan? Ik voel het. Daar is onze allereerste missie. Oh. We hebben nu zo te zien 3 dingetjes wat we aan hem moeten geven, volgens mij. Een drillhamer, iets voor de barbecue en een speciale pakketje. Nou, dat gaat me lukken, hoor. Oh, dat is oprecht wat hij wilde. Wat wil je van me? Moet ik rollen? Kijk, laten we even rollen. Wat krijg ik nu? Een steak. Objective complete. Dat is blijkbaar wat we straks aan de bouwvakken moeten geven. Oh, ik heb haar vermoord. Oh god. Oh, dat was niet de bedoeling. Als ze gewoon zo blijft zitten, valt niemand het op. Wij moesten ook een drillhamer fixen. En die was zo te zien in dit hutje. Dit is de jackhammer. Laten we die eventjes meenemen. Objective complete. En ik zie hier zo te zien dat ik meer eten kan pakken hier allemaal. We gaan gewoon niet alles jatten, hoor. Cursed hond zal niet sterven. Maar dan moeten we nog één ding doen. En dat is een speciaal pakketje ophalen. Come on! Ik wil weer op mensen plassen.
Oh, hij is nu dood. We moeten hier zijn. Laten we dat speciale pakketje dan maar ophalen. Shady guy, oké? Wij moeten zo het zink diamantjes voor hem vinden bij de winkelkarretjes. Laat ik dat even mooi doen. Nou, we hebben het gepakt. Hopelijk krijg ik nu mijn speciale pakketje. Geef het! Hij klapt voor me. We kregen een doosje. Missie gehaald. Volgens mij kunnen we dan nu teruglopen. We gaan eventjes alles hier inleveren. Oh, wat gebeurt er nu? Oh, de brug is gefixt. We kunnen nu naar de andere kant. Waarom zijn mensen hier half naakt? Zijn ze bang? Natuurlijk zijn ze bang. Ik ben gewoon de engste hond ooit. Deze was leuk. Dancing chair. Oh god, dit ziet er verschrikkelijk uit. Twee mensen hebben problemen op een stoel te komen. Oh my god. Dit is een soort van stoelendans. Wie van de twee zijn wij eigenlijk? Dit spelletje heeft wel een goede jammer. Wat is dit voor spel? Oh, ik word gemapt. Wij zijn dus deze gast. Hij vliegt gewoon. Wat gebeurt hier? Oh, de muziek is gestopt. Dan moeten wij gaan zitten, maar we gaan die gast wegslaan. Shut up! Shut up! Het is mijn stoel! Het is mijn stoel! Ga er vanaf! Wat gebeurt hier? Ja, nee, het is mijn stoel! Laten we proberen te zitten. Ik zit niet eens op de stoel! Wij vliegen gewoon zelfs. Waar is de stoel? Oh, die is daar zo te zien. Tik hem eraf. Ik wil nu ook zitten. Ik zit... 2, 1. Yeah! Player 1 heeft gewonnen. What the fuck was dit voor game? B-Award. Speel als Plas Superman en vernietig de stad. Ik heb geen flauw idee wat ik hiervan moet vinden, maar wij gaan die stad gewoon vernietigen. Loop het! We krijgen meteen weer een waarschuwing. Word ik weer gehackt? Wat is de bedoeling van deze game? Oh, komt een stadje aan. Oh god, we vallen naar beneden. Zit ik op een toilet? Oh, we plassen nu. Oh, dit is leuk. Oh. Zullen wij op bomen plassen? Oh. Kan ik op flatgebouwen pissen of zo? Laten we erop pissen dan. Go! Oh, oh, oh my god, die hele flatgebouw beweegt. Wat heb ik gedaan? Heb ik een flatgebouw kapot gemaakt? Deze mensen hebben nu een beetje moeite met lopen. Waarom bestaan zulke spelletjes? Oh my god, die hele flatgebouw beweegt nu door mij. Er zit een tank achter me aan. Waarom zit er een tank achter me aan? De flatgebouwen gaan de lucht in zo te zien door de tank. Wat gebeurt hier dan? Ik zie daar nog een flatgebouw. Kunnen we die ook eventjes neerhalen? Ik plas nu op een gebouw. Ik weet niet of er iets gebeurt, maar we gaan gewoon blijven plassen. Oh my god! Wat is dit, jongens? Ja, dit flatgebouw vliegt nu ook. Oh my god! Wat gebeurt hier, jongens? Ik heb een hele stad kapot gemaakt. Dit is de raarste game die ik ooit heb gespeeld. Suicide Guy PR. Ik moet mezelf van kant maken. Yeah! Zijn zo te zien beland op een gebouwtje. Wij moeten proberen onszelf van kant te maken. Zo leuk! Het eerste wat ik voor me zie is een plateautje. Ze willen natuurlijk dat ik hier vanaf ga springen. Oh, oh my god. Ik loop eerst nog eventjes terug, hoor. Pak deze radio eerst wel eventjes en gooi hem naar beneden. Daar gaat hij, hoor. Nu is het mijn tijd. Go! Oh my god! Dit vind ik echt helemaal niks. Oh! Het lijkt alsof je echt valt. Zullen we dan nu naar onze volgende level toe? En dat is zo te zien met een treintje. We zijn in één keer beland in een treintje. Wij moeten een manier vinden om onszelf af te maken. Maar hoe? Ga uit! Ga uit! Ga uit! Kunnen we gewoon niet door de ramen heen glitchen? Hallo? Is er iemand? We kunnen de lever overhalen. Nou, dan doen we dat toch eventjes mooi. Gaat er dan nu een deur open? Oh, we kunnen naar boven klimmen. Laten we dat eventjes mooi doen dan maar. Oh ja, we moeten van de trein af springen. Go! Hey, tot ziens, trein. De trein komt er weer aan. Kom bij papa! Weet je wat? Toch maar niet! Ik vind het eng. Weet je wat? We gaan er gewoon voor. We doen ondertussen de Macarena. Kom maar, trein! Kom maar! Hey, high five off! Dit leveltje hebben we gehaald, hoor. Dan is het nu tijd voor level 2. Ik ben niet bang. Radio, shut up! Waarom hoor ik die klote muziek nog steeds? Hoe gaat dit uit? Ja, druk op A om te springen. Nou, dat had ik al door. Ik ben Big Brain. Schuiven dit plankje dan eventjes hier naartoe. Dan kunnen we namelijk die jumps maken. Big Brain! Wij moeten ons dood laten maken via dit. Klote radio! Shut up! Shut up! Oeh, wat hebben we hier? We kunnen hier de schroefjes mee losmaken. Weet je wat? Dat doen we dan eventjes gewoon mooi. Pro puzzelaar. Dan moet nu de deur open gaan. Hell yeah! We kruipen hier doorheen. En dan moeten we hier nu een manier vinden om onszelf af te maken. Oh ja, dat was met dat ding. Wij moeten dat op ons laten vallen. Hoe gaan we dat doen? We halen deze lever eventjes over. Oh my god. Waarom gaat dit niet omhoog? We moeten dit zo zien gooien op de lever. En dan zal dit ding op ons vallen.
Go! Nope. Kunnen we het gewoon niet zo doen? Oh, oh no, my god! We did it! Ik ben weer dood! We kunnen nu eventueel de volgende level doen. En dat is zo te zien een Maya-beeldje van de Maya. Zo, zo. Nee! 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 Shut up! Ik zie daar spikes. Die moeten blijkbaar op ons vallen. Hoe komen wij hier ook alweer in het midden? Ik zie daar een plateautje. Laten we dan maar deze kant oplopen. Ik zie daar een knopje. Shut up, radio! Wat zei ik nou? Een chest. Kunnen we deze eventjes openen? Wat zit erin? Ik neem deze kist dan wel eventjes mee. Die gaan we dan gewoon op het rode knopje plaatsen. Deze plaats op het rode knopje. En dan gaat hier nu een deur open. Zo slim! Kunnen we die chest ook meenemen? Want ik zie dat we hier twee rode knopjes hebben. Ik neem jou gewoon weer eventjes mee. Ik ga jou plaatsen op deze rode knop. Dan ga ik zelf op deze rode knop staan. Big brain! De deur is geopend. Oh, daar zie ik weer een radio! Shut up! Heb je een grote mond? We hebben hier nu drie rode knopjes. Kunnen we die kist gewoon niet weer gebruiken? Of kunnen we deze radio gewoon niet gebruiken? Heb ik jou dan eindelijk een keertje nodig? Hey, ik zie daar een sleuteltje. Ik ga jou hier opleggen. Nee? Waardeloos! Hierboven zie ik een slingshot. Die gaan we dan eventjes pakken met epic parcours. Kijk wat we hier hebben. De sling... Oh god. Ik wil eventjes die sleutel hebben. Dus daar gaan we eventjes op focussen. Yo, we hebben hem hoor! Dan kunnen we deze denk ik gebruiken voor de chest. Wat zit hierin? Een skelethoofdje. Weet je wel, ik neem jullie beiden gewoon eventjes mee. Oké, jou plaats ik hierop. Dan plaats ik jou hierop. En dan ga ik hierop staan. Kaboom! Zo goed! We zijn bij het einde! Yo! Laten we dit pakken. En we gaan dood. Kom bij papa! Of we worden volledig gesqueezed. Ik wil niet dood. Football Streaker Simulator. Wat ga ik nu weer kopen? Oh, je bent een half naakt streaker. Wat zijn dit voor games? Nou, daar zijn we dan. We lopen nu half naakt over het veld heen. Ik ben nu al enorm in de war. We moeten proberen dit zo lang mogelijk vol te houden, terwijl er allemaal gasten achter ons aanrennen. Oké! Ik heb zo intens veel vragen. Deze naakte persoon hier kan niet gepakt worden. Oh god, allemaal mensen proberen me te pakken. Wat gebeurt hier nou weer? Ik word omsingeld. Wat gebeurt er? Ik werd gepakt door 100 beveiligers. Wat de hel was dit voor game? De Jaywalk Simulator. Oh, we moeten een weg oversteken en we mogen niet worden aangereden. Waarom hebben we een paardenkop als hoofd? Ik zal niet sterven hoor. 11 euro. Oh, kopen. Oh my god, hoe zie ik eruit? Laten we de weg oversteken. Wij zullen niet worden aangereden hoor. Kijk, easy. Nou, we hebben dit leveltje meteen gehaald. Level finished. Yo. Oh god, oh god. Nee, ik ben nu dood. Dan doen we dit toch eventjes beter. Wij gaan gewoon... Oh god, ik ben bijna weer aangereden. Ren! Oh, waarom val je? Oh, we did it. Easy. Oh my god, ze maken het ook echt niet makkelijk voor ons. Oh! Ik word volledig aangereden. Nee, wat gebeurt er? Ik heb nog één leven. Oh, die taxi vliegt daar in de lucht trouwens. Nee, waarom gleek uit? Ik ben nu dood. Spring! Nee! Nu ben ik hier weer! Oh, fuck. Oh nee, ik word weer aangereden door auto's. Nee, dit is zo kut. Nee! Ik was zo goed bezig! Nee! Alt 4. Ik deinstalleer dit spel. Ik ben boos! Oh god, Granny VR! Holy shit, ze is groot! Ik ben bang! Daar zijn we dan, jongens! We gaan weer ontsnappen van mijn oma! Waarom ben ik zo klein? Laten we de deur sowieso even open doen. Oh, waarom is dit angstaanjagend? Oké, we gaan even kijken. We kunnen hier enigszins wegrennen. Er zit zo te zien niks in deze kast. Wel iets van een shotgun. Oh god! Zit hier wat in? Nee, zo te zien echt helemaal niks. Kom maar op, oma! Ze is hier zo te zien niet. Dus wat ik eventjes ga doen, ik ga deze doos eventjes omver duwen, want ik wil er namelijk langs. Ik ben er doorheen. Hell yeah! Hopelijk is hier niet de oma te vinden. We gaan eventjes de geheime kamer in, want hier ligt meestal ook wat dingetjes. Dus we drukken eventjes op dit knopje. Heb je een batterij voor de auto? Die hebben wij niet nodig. En de teddybeer, die hebben wij ook niet nodig. We gaan gewoon naar beneden lopen. Oh god. We moeten toch wel iets vinden. Er is bijna niks te vinden nog. Oh, oma. Laten we eventjes alle wegen even openen. Hier hebben we gasoline. Maar we hebben andere dingen nodig. Waar zijn alle spulletjes? Kunnen we deze deur openen? Nee, die is op slot. Maar wat we gewoon gaan doen. We gaan over het belletje lopen. Zodat oma hier komt. Oma,
Gotcha! Ze heeft mij niet gezien, maar we gaan hier wel weer eventjes naartoe. Want we weten nu namelijk, we kunnen nu makkelijk daar naartoe komen. Oh, de weapon key. Die hebben wij nodig. Kunnen onze oma neerknallen? Weet je wat? Dat gaan we gewoon meteen doen. Hoe kunnen wij dit openen? Het is de controls zijn zo weird. We hebben de gun. We gaan nu wachten op oma. Kom maar, oma. Ik sta klaar. Wah, wah, wah. Hey, oma. Voldoende! Yes! Kan ik dit ding ook weer verpakken? Ik heb hem namelijk nodig voor mijn gun. Nu kunnen we namelijk ook dat ene blikje daarboven weghalen. Daar zit meestal de schroevendraaier in die we nodig hebben. Yes! Dit is schroevendraaier daar nog steeds op. Weet hoe ik het eraf kan krijgen. Sla maar af. Sla eraf. Ja? Ja? Oh, alles is gevallen! Yes! Kunnen we gewoon meteen naar beneden lopen. Zo'n goede gamer ben ik. Zij zal ons niet te pakken nemen. Zo. We hebben hier de safe key. Oh, wow, wow, wow. Oh, we hebben hier het schaartje die we nodig hebben. Die gaan we gewoon even meteen even pakken. Die kunnen we dan meteen even hier gebruiken. Dan moeten we hem nog alleen even boven mijn oma staan. Waarom is dit zo eng? We moeten eventjes een hamer vinden. Maar we kunnen deze enigszins al gewoon boven neerleggen. Volgens mij kunnen wij daar ook nog knippen. Maar oma is beneden. Verdomde oma. Laten we het kapot maken. Volgens mij was dat de bedoeling, toch? Yes! Oké, als we nu dan deze naar boven brengen. We hebben dan nog alleen een master key nodig en een padlock key. En we moeten de hamer vinden. Mama! Ga weg! Ga weg! Ik meen het serieus! Ga weg, oma! Ga weg! Shut up! Misschien zit hier wat in. Oeh, vogelzaad. Die kunnen we namelijk ook even gebruiken. Pak de vogelzaad. Pak het, we need it! Daar is de hamer die we nodig hebben. Dus we hebben de gun nog een keer nodig om daarop te richten. Dan hebben wij nu de kochwiel. Oh god, zeg niet dat ze dat heeft gehoord. Ik hoor hem boven me! Deze leggen we alvast eventjes veilig hierop. En wegwezen. We moeten hier weg. Dus de playhouse key. Nou, ook handig om te hebben. Kunnen we meteen eventjes naar buiten lopen. Dan pakken we de allereerste kochwiel. Deze plaats hier, daar hebben we nog één kochwieltje nodig. Oh, de hendel. Deze hebben we ook nodig, maar dan moeten we weer eventjes naar buiten toe. Zeg alsjeblieft dat hier iets goeds is. De volgende kochwieletje. Dit spel houdt van me. Wat zit erin? De master key, maar die hebben wij nog niet nodig. Oh, waar is dat? Nee! Oh my god, hoe heb ik dit gered? Richt meteen goed. Nee! Zeg alsjeblieft dat we nu raken. Oh my god, we did it! We hebben eindelijk de hamer. Eindelijk! Deze halen we eraf. En dan rennen we nu eventjes naar boven. Hopelijk is daar de volgende sleutel die we nodig hebben. Deze maken we even mooi los. Zit hier een sleutel in die we hebben? Misschien zit hier gewoon al de laatste sleutel die we nodig hebben. De car key. Ik weet niet of we die nodig hebben, maar deze gooien we eerst eventjes hier neer. En dan pakken we eens een plankje en die gaan wij eventjes... Oh, er staat... Er is al een plankje. Sinds wanneer? Zit daar een sleutel in? Nee, er zit een wrench in. Die hebben wij niet nodig. Hallo, oma. Deze plaatsen we nu eventjes netjes hierin. En ik ben benieuwd of hier boven dan de padlock key is. Oh, de spin is verwijderd. Dit is gratis. Dan kan ik eventjes kijken... Oh, ja! Ja! Oh my god! We hebben alles! We kunnen ontsnappen! Is dit serieus? Dankjewel dat de spin is verwijderd! Dankjewel! Oké. Gebruik hem! Pak deze sleutel. Kom op! Kom op! Oh my god, we did it! Get wrecked, oma! Ben je 40 minuten over. Robot Vacuum Simulator X! We zijn ook wel een stofzuiger. Meest realistisch, yo! Koop het! De bedoeling is gewoon oprecht dat we alles schoonmaken. Ik geniet. Dit is zo rustgevend. En de laatste goal! Oh, dit was het? En de game crashed. Horror Adventure VR. Oeh, ik ben bang. Oeh. Hey. Alles goed daar? Hey, we klikken gewoon meteen op nieuw game en dan gaat ons avontuurtje beginnen. Wat ben ik groot weer? Ik hoor een deur open gaan. De stoelen vliegen! Waarom niet? Waarom niet? Is daar een meisje? Hallo? Dit is zo eng. Oh, daar ligt een zaklampje. Die wil ik wel eventjes hebben. Waarom ben ik zo groot? Dit kastje komt op mijn kuiten. Pak even de zaklamp. Hè? Kijk hoe groot ik ben. Dit is onlogisch. Mijn rug. Ik heb de deur geopend en waar zijn we dan nu? In een verlaten kamertje. Hallo? Ik ben benieuwd welke dame dat was. Oké, ik moet weer bukken, want anders stoot ik mijn hoofd. Nah, ze is verdwenen. Nah. Televisie staat nog wel aan. Laten we die even uitdoen. Rughernia. Zo, die staat uit. Wat hoor ik? Wat ben jij?
Hey! Ik kan door je heen lopen. Mijn zaklamp! Mijn zaklamp is uit nu! Is dit serieus? Ik zie daar wel wat op de tafel liggen. Wat hebben we hier nou weer dan? Een sleuteltje. Nou, die wil ik wel eventjes hebben. Zo. Nou, oh, de deur gaat al automatisch open. Spooky! Mijn rug! Mijn arme rug! Waarom moet ik zo groot zijn? Het is hier wel een beetje te donker, hoor. Er is hier echt helemaal niks. Wel een deurtje. Misschien kunnen we die straks wel even openen. Nee, die is dicht. Dat is stom. We kunnen wel hier overheen kijken. Er is hier helemaal niks te vinden, joh. Hier is gelukkig ook nog een deurtje die we kunnen openen. Wat hoor ik? Hallo? Wie... Ah! Wat is jouw probleem? Ik sla je met mijn zaklamp. Oh, dit was de demo. Horror Adventure VR. Druk op het duimpje omhoog als ik de volledige game moet spelen. Monkey Doomsday. Het spel gaat over apen. Wat de hel is dit nou weer? Kopen. Oh my god, wat is dit? Nieuw game. Voor de aapjes? Nou, daar zijn we dan. Waar zijn die aapjes dan? Dit is mijn huis. Okay, laten we eventjes de deur openen. Ik schrijf deze brief om te laten weten dat de shit gaande is. Okay, er ligt hier... Er lag daar een meloen. En een banaan. Oh, het is een wapen. Oké. Okay. What the fuck?